een super grote droom van ons. En ineens is die droom gewoon uitgekomen en ook echt veel te snel eigenlijk. Ja, oh maar en zonder jullie hadden wij deze 100.000 abonnees natuurlijk nooit bereikt. Dus daarom staat deze video helemaal in het teken van jullie. Dus we hebben vandaag voor jullie echt de grootste giveaway die ik ooit heb gezien. En we hebben er een heel feestje van gemaakt met allemaal ballonnen en een taart. En deze taart is van June. En June is een 14-jarige meisje die echt super gaaf taarten maakt. Junescakes.nl kan je opzoeken en ze maakt echt bizar mooie taarten. Kijk hoe mooi. Dus wij gaan nu lekker de taart aansnijden voor dit grote feest. En dan gaan we de giveaways natuurlijk laten zien. Zo, let's go. Echt zonde, hij is zo mooi. Hij is zo moeilijk taart. Wij worden echt gewoon gek van taart. Oh, I love taart. Oh, nee, het is niet choco. Oh, jawel. Oreo. Oreo. Oh, June, we houden van je. Ja. We hebben natuurlijk een paar spelregels als je met deze geweldige girly giveaway mee wilt doen. Oké, stap 1 is, je moet natuurlijk geabonneerd zijn op ons YouTube kanaal. Dus als je nog niet geabonneerd bent, zeker eventjes abonneren. Yes. En nu natuurlijk een duimpje omhoog op deze video, want dan doe je ook mee. Ja. En je moet in de reactie zetten welke twee giveaways jij wilt winnen. En je moet natuurlijk de allerleukste, ja die jij het allerleukste vindt, erin zetten. Maar ga niet spammen, want dan kom je in de spambox terecht en dan zien we je reactie niet meer. Eén reactie is dus genoeg. En vraag het even aan je ouders of ze het goed vinden dat je met deze giveaway meedoet. Dus laten we maar beginnen met deze geweldige giveaway. Ja. Eerst nog een hapje taart. Giveaway 1. Zoals de meeste van jullie weten houden wij echt heel erg van reizen en andere steden bezoeken. En hoe leuk is het dan dat wij twee kaartjes met Thalys een trein naar Parijs mogen weggeven. Het lijkt me echt super leuk om met je moeder te doen. En oh, zo leuk. Ik ga dinsdag met mijn moeder naar Parijs en ik kijk er ook heel erg naar uit. Omdat ik het gewoon super leuk vind om quality time met je moeder te hebben en dan al helemaal in zo'n mooie stad. Dus je mag met de Thalys naar Parijs. Binnen 3 uur ben je er al en je maakt het genees, want er is wifi in de trein. Dus dan kan je lekker een dikke spam van musical.ly's maken. Voor YouTube kijken, dus dat maakt helemaal niet uit. Wie wil dat nou niet? Als je dit wil winnen, zeg dan straks in de reactie giveaway 1. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Giveaway 2. En deze giveaway vind ik heel erg leuk voor de jongere girlies onder ons. Nou ja, ik bedoel, ik vind mezelf eigenlijk best wel leuk. Nee. En het is namelijk een Hashimon! Oké, we hebben dus iets met Hashimons. I don't know. Het is gewoon geweldig. Het is echt een superleuk speel. Het is echt superleuk speelgoed. En het is van Spin Master. Daar hebben we het van gekregen. En het is een soort van ei. En dan moet je gaan uitbroeden. En dan komt er dus een soort, ja, robot uit. Ja, een beestje, een fluffy beestje. De meeste van jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Maar ik vind het eigenlijk echt heel erg cool. En we mogen er 3 weggeven. Dus als je, oh, ik zei 4, 3. Dus als je er 1 wil winnen, onthoud deze dan ook. En zet in de reacties giveaway 2. En ik bedoel, ik ben echt benieuwd welk diertje eruit komt. Dit is dus de meiden. En wij mogen 3 jaar abonnementen weggeven. Super gaaf. En de meiden is echt een van onze favoriete magazines. En we zijn ook op de redactie geweest. Dus we hebben gezien hoe het allemaal gaat. En het ziet er echt, het is echt zo'n leuk magazine. Ik word er altijd helemaal vrolijk van. En als je dus dit jaarabonnement wint, krijg je elke maand 1 meiden op je deurmat met een superleuk cadeautje erin. Dus dit keer een armbandje, maar het kan ook een lipglossje zijn. Noem mascara, maar op. Alles leuk. Kan. Dus ja, als je dit wil, zit dan in de reacties. Giveaway 3. Let's go. Giveaway 4. Zoals jullie weten houden wij natuurlijk heel erg van kleding. En dit is ook een superleuk merk. Het heet Le Coyote de Paris. En dit merk heeft echt super leuke kleding. En we mogen dus een doos aan 1 van jullie weggeven. En het is een doos vol super leuke kleding en die gaan we nu even laten zien. Alles wat er in deze doos zit is dus maat 12, dus een beetje onze maat. Ja, okay. En dan hebben we dit super leuk shirtje met het strikje. Ik vind het echt heel erg schattig. Ik zou hem altijd dragen. Beetje Parijsstijl. Precies. Dus met een leuk baretje erbij en voilà. En ook deze super leuke trui en deze is ook heel erg schattig. Oh, dit vind ik echt heel leuk op een leuk spijkerbroekje met een beetje van die gaten erin. Maakt hem ook weer heel stoer. Super leuk. En dan hebben we dit leuke blouseje en deze vind ik ook heel erg leuk. Ik vind hem ook wel iets zomers hebben eigenlijk. Ja, en ook al meer een beetje stoer. Dat vind ik ja, ook wel leuk. Ik vind hem ook heel leuk. Kijk hoe leuk dit ja, mini hippie jurkje is. Je moet er wel een kort broekje onder doen, maar verder is hij echt super gaaf. Heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat je zo je schouders ziet. Ik vind dat altijd een heel erg leuk model hebben. Dus dit zijn alle kledingstukken die in deze doos zitten. Dus wil je deze winnen, zet dan in de reacties giveaway 4. En dan gaan we door naar de volgende giveaway. Giveaway 5. Dit is echt een super handige giveaway voor volgend jaar. Want zoals jullie misschien wel weten, is het schooljaar al bijna afgelopen of al afgelopen. En begint het nieuwe schooljaar ook al over een paar weken. Dus wij mogen van Stationery Team
10 schoolpakketten weggeven. En we hebben 10 verschillende schoolpakketten. En het bevat 2 etuietjes. Ja, leuk stickervel. En wat schriftjes. Altijd handig. En ook wat grotere schriftjes. Dus helemaal leuk. En we hebben verschillende steltjes gedaan. We hebben een beetje zomers, wat girly. Leuke printjes, girly. En we hebben ook wat stoerder en blauw. Gewoon allemaal leuke steltjes. En wie weet is één zo'n pakket wel voor jou. Yes. Dus als je dit wil winnen, zet dan in de reactie. Giveaway. Fijn. Giveaway 6. Zoals jullie weten houden wij natuurlijk heel erg van make-upjes, dus deze giveaway is helemaal top. En we houden ook heel erg van maskertjes, dus deze is ook top. Wij mogen van Maybelline 5 keer het Maybelline Back to School pakket weggeven. En dit pakket bevat... Dit pakket bevat allemaal verschillende limited edition babylips. En nog allemaal leuke elastiekjes, lineaal, veters. En ook allemaal leuke spiegeltjes en armbandjes. Dus dat je geen babylips vergeet in het schooljaar en ook geen lineaal potlood. Gewoon... helemaal altijd handig. En wat we ook 5 keer weg mogen geven van Maybelline is het Girls Night pakket. En hier zitten dus heel erg veel lekkere maskertjes in. Wacht, ik zal het even opmaken. Het zijn dus allemaal verschillende soorten maskertjes. En dat is altijd lekker op een Girl Night. Dus yay! Dus zet zeker in reacties van Giveaway 6 of jij het Back to School pakket of het Girls Night pakket wil winnen. Zet dat er zeker eventjes bij. En gaan we weer door naar de volgende giveaway. Laser Lemon. Giveaway 7. Wij mogen dus van Criola dit super gave stoepkrijt pakket weggeven. En er zitten 64 krijtjes in. En we mogen 3 keer weggeven. En zoals jullie misschien wel weten, hebben wij laatst zo'n street art video gemaakt waarin we angel wings gingen maken. Maar dit pakket is dus nog groter. Er zitten echt super gave kleuren in. Ze hebben zelfs groovy blue. Nee, een soort van marble effect. Het lijkt heel erg op een lusbruisbal. Dus als je het krijgt, komen er allemaal verschillende kleuren. En ze hebben ook glitter! Ja, ze hebben glitterkrijt, roze glitterkrijt. Ik heb dat nog nooit gezien. Nee, dat hadden wij vroeger echt niet hoor. Dat klinkt echt gek. Ik moet gewoon zelf halen. Glitterkrijt. Dus vind jij deze nou super leuk? Zet dan in de reactie zo. Giveaway 7! Ja! En nu gaan we alweer door naar de 8e prijs. En oh my god, wat zijn het veel prijzen. Echt heel erg bedankt voor het abonneren. Yes. En deze prijs is ook super leuk. Wat is het? Ja, we mogen namelijk 6 bioscoopkaartjes voor 100% Coco de film weggeven. En je krijgt er ook nog eens een parfum bij. Dit is 1 pakket en die kan jij winnen. En dan kan je gezellig met je vriendinnen naar de bioscoop. En dit is dus een superleuke Style Tiger parfum. En zo heet zeg maar Coco in de film. En het ziet er echt zo leuk uit, de verpakking. En ik denk ook dat hij super lekker ruikt. En wij hebben de film gezien en hij was echt super leuk. Super leuk. En alles, eigenlijk, onze giveaway lijkt een beetje in de Parijsstijl. Lekker Joost de Paris, die tickets en nu dit. Yes. Dus wil je dit winnen? Zet het zeker even in de reacties. En dan gaan we nu alweer door naar de volgende. Yep. En dan is het nu tijd voor giveaway 9. En dit is echt onze grote trots, want dit is gewoon onze eigen merchandise line. Yeah. Wij geven dus 5 van deze superleuke pakketten weg. En ja, wat zit erin? Een girly cap. En dit is de nieuwe zomercap. En nou, zomercap, je kan hem ook in de winter dragen. Maar wij vinden denim altijd superleuk in de zomer. Dus echt helemaal onze stijl. Ja. En natuurlijk een leuke popsocket, want die kan natuurlijk niet missen bij jouw musical.ly's. Dit is dus onze eigen super gave lijn. En wil je bij de girly squad horen? Zet dan deze zeker ook even in de reacties. Yes! Een giveaway 10. De winnaar van €250 makeover is... Van Gino. Is misschien wel... Jij! Mag het 2 keer een makeover van €250 aan 2 personen van jullie geven? En ik vind het superleuk. En kijk hoe pro die poortje is. Dus wil je dit winnen? Reageer dan zeker even in de reacties. En het giveaway heel gaaf. 10. Dus je krijgt een compleet nieuwe look voor misschien wel het nieuwe schooljaar of je nieuwe school. Of ja, ja, hoe leuk is dat? Winactie 11! Woe. Even 3 superleuke pakketjes weg van de make-up merk Inkgloss. En dan krijg je een mascara en een superleuk nagellakje. Yes. Yes, en ik vind dit persoonlijk zelf hele mooie kleurtjes. En de mascara is vast en zeker ook mooi. Wacht, ik ga even kijken. Hij ziet er echt heel erg mooi uit. En het is ook een super mooi make-up merk. Dus wil je dit winnen, zet in de reacties giveaway 11. Giveaway 12. Wij mogen dus 1 keer 2 kaarten weggeven van de Efteling. En ik hou echt zo erg van de Efteling.
Hoewel wij niet echt van de achtbaan zijn, maar de bobslee is wel heel Python, Joris en Draak, ik ga er allemaal niet in. Nou. Bobslee is mijn favoriet, daar kan ik echt 30 keer in gaan. Dus doe die zeker even. En er is nieuwe attracties, die kan je dan ook uitproberen. Ja, en de Efteling is gewoon altijd gezellig om met je vriendin te gaan. Of met een van je familielid, moeder, vader, broertje, zusje. Maakt niet uit. En je krijgt er superleuk doekboek bij. Dus wil jij graag naar de Efteling? Laat het zeker weten onder in de reactie door giveaway 12 te noemen. Woo! Giveaway 13. En dit is, ik hou van Nivea, dus we mogen een superleuk pakket van Nivea weggeven. In dit pakket zitten twee superlekkere zeeltmoesjes en ik hou echt heel erg Dit zijn van. Onze lievelings, echt allemaal van dat schuim, ze hebben het zo lekker. En het is een limited edition, dus en wat zijn het? Het is rabarber, framboos en lemon. Citroen. Oh, lekker. Het schuim is echt super lekker zacht. In dit pakket mogen wij dus 10 keer weggeven. En ik zit en er ook snoepjes in. Nee, that's not a problem. Wil jij een van deze heerlijke pakketjes winnen? Zet dat dan zeker in de reacties. En wie weet, heb je deze wel over een paar weken onder de douche? Blijf nog zeker even doorkijken. Want misschien hebben jullie het al achter ons gezien. Maar er komt straks iets heel cools aan. Ja. Blijf maar zitten. Giveaway 14! Wij mogen dus 5 keer 2 vrijkaarten weggeven voor Madame Tussauds. En Madame Tussauds is zo erg leuk. We hebben er een keer een video gemaakt. Echt. Maar Madame Tussauds is een superleuk wassenbeeldenmuseum in Amsterdam. Het zit echt midden in de stad, dus daarna kan je ook nog lekker shoppen in Amsterdam. Het is echt heel erg leuk. Het zijn namelijk een soort van nagemaakte beelden van bekende sterren. Dus het lijkt net alsof je echt met ze op de foto gaat. En ik kan je vertellen, Justin Bieber, Ariana Grande, Kim Kardashian, Adele, Taylor Swift en nog veel meer coole artiesten staan daar. En er zijn ook allemaal leuke activiteiten te doen, dus het is echt een superleuk museum. Wil jij dit winnen? Zeg het dan zeker in de reacties. En wie weet, ben je binnenkort wel met je favoriete ster. Ik zou deze ook wel willen winnen. Ja, ik ben jaloers. Woe. Maar laten we doorgaan naar 15. Giveaway 15. Oh my god, 15. Zoveel. Maar goed, we mogen weer wat kleding weggeven. Namelijk van Nick en Nick. En we mogen dus 10 shirtjes van dit leuke merk weggeven. En wie weet win jij er wel eentje. Oké, ik laat hem even eentje zien. En deze vind ik ook super leuk. Er staat Darlene op. En het is een beetje in de Netflix letters. Echt super grappig. En ik vind het kleurtje ook leuk. Ik vind het een heel leuk tekstje hebben. Yes. En we hebben ook deze. En er staat Teen Queen op. Die vind ik ook super grappig. Wij mogen dus 10 keer een shirt weggeven. En ja, helaas hebben we hier niet alle 10 t-shirts. Maar ja, het is een beetje een surprise. En als je dus mee wilt doen met deze giveaway, moet je in de reactie zetten giveaway 15. En zet er zeker even je maat bij, want je leeftijd bij, want dat ligt natuurlijk aan de maat. Oh, ik zou deze wel willen hebben hoor, super cute. Ja, dus wie weet komt wel zo'n leuk shirtje jouw kant op. Woo! Giveaway 16. En dat is alweer de ene laatste giveaway. En we mogen iets superleuks weggeven, alweer. Want we mogen 2 keer 2 kaarten voor de Pathé Disney weken weggeven. En al, ik hou echt van Disney films. Disney films zijn de best. Dus wil jij nou gezellig met je moeder, vriendin, vader, zusje, wie dan ook, naar de bioscoop in de Disney weken, dan moet je zeker meedoen met deze giveaway. Oh, ik zou echt heel erg graag naar al deze films winnen, want Disney films zijn gewoon de allerbeste films. Dus als je mee wilt doen met deze giveaway, zet dat dan ook zeker in de reacties. Giveaway 16. Ja. Yeah. Namelijk poolvloot! En deze poolvloot hebben we van de kinderfeestwinkel gekregen. In de kinderfeestwinkel hebben ze echt super leuke poolvlooties. Zoals een unicorn, een mermaid en nog veel meer. En dit is zo cool, je kan er lekker in spelen. Dus is het nu tijd voor een poolvloot modeshow. Dit is dus de eerste die we mogen weggeven. En hoe leuk is deze unicorn? Altijd goals voor in de zomer. Ja. Dus ja, zit in de reacties. Giveaway 17 met de unicorn poolvloot. Ja. Oh, this one is so cute. Yeah. Help! Dit is dus de tweede poolvloot. En dit is een giant mermaid tail. Yeah. En deze is ook super leuk. En ik vind de kleuren heel erg mooi. Ja, het is echt zomers. En oh, I love this one. Yeah. Dit zijn de reacties. Giveaway 17 mermaid tail. Dit is dus de allerlaatste giveaway. En hoe leuk is dit? Dit is een waterbloem setje. Deze krijg je erbij en je zal vast denken, is dit een babywatje? Nee, het is echt awesome. Oké, je kan dus hier allemaal eten in doen en dan kan je het gewoon laten drijven. Met deze waterbloem dus zit je zo lekker in je poolvloot en dan met je eten ernaast. Echt zo'n... Yeah. Ook kan je een hele leuke foto mee maken, dus ook deze kan je winnen. Laat in de reacties weten, giveaway 17 watermelon. Yeah. Oké, girlies, dit was dan de
giveaway. Ik vind alles wat we weg hebben gegeven echt super leuk. Het is voor jong en oud en het is gewoon voor iedereen leuk. Het is echt puur voor jullie, omdat wij gewoon zo dankbaar zijn dat gewoon 100.000 abonnees hebben. Weet je wat ik doe? Veel? Het is echt bizar. 5 nullen. Dus allemaal abonneren en natuurlijk een duimpje omhoog doen voor deze video. De uitslag van de giveaway video is dan dus op 28 juli. Dus allemaal meedoen!